Hallo en welkom terug voor meer The Sims 3. En ik was het even vergeten. Eerste twee afleveringen te zeggen, maar... Ik ga waarschijnlijk de thumbnail iets kleiner maken, want je niet kunt zien hoeveelste deel het is op YouTube. In ieder geval niet bij deel 1 en 2. En dit mag wel wat sneller gaan. Ja, dit is recordlopen. Waar zit het zwembad eigenlijk? Ah, oh, wandelen is met de hond spelen. We zijn niet bij het zwembad aangekomen. Wanneer zijn we bij het... Spike is haar beste vriend voor altijd. Oké. Okay. Dat kunnen we dan ook zien in relaties? Ja, Spike staat voor... Oh, honden kunnen ook een partner krijgen, dat heb ik niet geweten. Oké, wat is dit? Dit moet het zwembad toch wel zijn, hè? Het was nogal lange... Weg naar het zwembad. We gaan niet het zwembad in, blijkbaar. En ik ben ze ook kwijt. En misschien moet ik toch vaker het weer checken, want nu is het wel gaan regenen. Lees, juichen en zingen sta je uit om je werk op gras met je baas. Dus toch altijd even het weer checken, denk ik. Misschien dat het weer toch kan veranderen. Ik dacht dat dit spel dat eigenlijk niet echt van toepassing was, maar ik heb het idee dat het lichtjes aan het regenen is. Vandaag is de sim is prooi geworden en het extreem koude weer. Ja. 23 graden, maar het was extreem koud. Ja, we gaan daarna dus wat zien. Hè. En we veranderen de temperatuur, als de sims buiten zijn, de temperatuur van de hoogte. Zorg. Ja, maar goed, dit is... Het is erg gevaarlijk als Sims bevroren zijn. Ik denk niet dat je bevroren gaat met 23 graden. Waarschijnlijk zitten we al in aflevering 20 voordat het winter is. Heeft Elliot van... Nou ja, waarvoor ook niet. Elliot van Tevelen. Oh, wacht, het is 23 en we moeten eigenlijk eens gauw naar bed. Oké, deze herinnering leren. De geest van... Zwart. We moeten snel even kijken, waar is de kaart? Oké, we zijn al thuis. Oh, hij is al thuis. Oké. Is dit zijn bed? Ja. Oké, blijkbaar zat er toch wat fout, maar goed, dat maakt niet uit. Ja, hij heeft honger, hij wil het voedsel opeten. Gisteren ook eens... Zal een beetje kan we niet meer genoeg hebben en iets totaal gaan verslinden. Oh, oké. Selene is beste vrienden voor altijd. Ik vraag me af, ik denk niet dat mensen nog rond... een relatie kunnen hebben. Je weet maar nooit. In het echt gebeurt het ook, in de realiteit gebeurt het ook wel eens dat je vaak wel eens mijn zwembadding is niet uitgekomen, dus ik vraag me af waar ze zijn. Zijn ze nu nog steeds aan het wandelen? Maar ze zijn nogal ver van huis gewandeld. Laat zien.
Ah ja, maar Joey zal de park nog een keer snel eens later. Zij vraagt me steeds hetzelfde dat door dit spel. Wat doen we dat zo lang? En nu moet hij zelf naar huis terug. Wat is dit voor iets raars? Hij is nou ellendig, hij zal waarschijnlijk moe zijn. Ja, hij snijdt wel het hele stuk af. Waar is ons huis ergens? Het is al 7 uur, kun je nagaan. Hè? Laan is inmiddels anders school, de hond heeft nog steeds niet geslapen. Oh, dus niet hopen dat de hond flauw valt. Nou, is dat ons huis? Ja. Stop met vragen steeds als ik daarop klik. Mens. En ze laden inmiddels naar school. Denk het ja. Nog een hond adopteren, dan kunnen we het proberen. Ja, maar misschien is dat niet zo. En die ander wordt een paar geadopteerd. Oké. Is de krant er al? Ja. En deze gaan uiteraard dadelijk pas werken, dus. Kijk of het de weersverwachting inderdaad kunnen veranderen hier. Maar volgens mij klopt het wel. Het zou inderdaad één van deze dagen 33 graden zijn. Het stond daar in de krant. En herinner ik me niet hoe ver ze vooruit gaan, maar zondag is het dus herfst, omdat alle seizoenen 7 dagen duren. En dan is er ook niks van een festival. Dit moet een zomerdag zijn, dit is een herfstdag en zo te zien. Het is goed te zien, deze herfstdag is warmer als deze zomerdag, dus. Hij heeft inderdaad, hij verandert eigenlijk het weerbericht niet. Oh, het wordt woensdag 33 graden. Waarvoor was het er nou zo? Oké, misschien dat toch niet allemaal helemaal klopt, maar geeft in ieder geval vrijdag lichte regen. Een hond is nog steeds moe eigenlijk. En hebben ze dat plasje inmiddels al opgeveegd? Ja. Ja. Wat ga ik jagen? Hoe groot merk je dat gehad? Hij is nog zo, hoe lang heeft hij geslapen dan? Toch niet erg lang. Hè?
Oké, terug naar het resort. Daar is hij nog steeds in slapen. We slapen tot volledig. Oké, nu opstaan. Eigenlijk een gat in de dag slapen. Dat was wel erg laat thuis. Dat moeten we inderdaad. Hè. Maar als je nu opstaat, dan sta op. Ah, oké. Oké, nu moeten we natuurlijk eerst eten. Hoe zit het met hygiëne? Of al mee? Wat gaat ze doen? Koken zonder... Laten we dit in ieder geval even doorspoelen. En natuurlijk krijgen we weer een tijd voor erop. Je moet misschien een keer op ja klikken, dan krijg ik misschien die domme melding niet meer. Oké, uitgegeten, normaal tempo. En dan... Ja, de afwas maar even staan. Oké. Alana van Teven gaat naar Christopher Collins, na school. Waar is de supermarkt? Hier. Nee. Hier denk ik. Ja, supermarkt. Boodschappen doen hem. Maar ze is toch in de afwassen. Oké, ze gaat nu boodschappen doen. Even kijken of we deel 6 in ieder geval naar het Lummel dingen. We moeten sowieso donderdags naar het park. Want dan is het de nationale. Hier staat inderdaad de tent. Zomerfiesta is geopend van 8 tot 9. Maar ik weet niet of je... Dan mag je ook langer blijven als 9 uur. Maar dan is er iets minder te doen. Hij is met de boot aan het varen. Hoe is hij naar... Gaat ze naar de supermarkt dan? Oké. Aflevering waarschijnlijk iets langer als... Ja, oké, dit is zeilen, ja. Zeilen met een motor in de boot. Nu wel, je ziet wel veel geesten. Spike op tillen, waarom zou je dat willen? Ja, we gaan straks naar elkaar om geesten te zien. Wat is... Zou het niets met karakter te maken? Water op, met troosten? Nee, dat heeft toch niks met karakter te doen. Oké, Eliot is wat gestrest. Zal Lana inmiddels niet al thuis zijn, hè? Vlees, kaas, vis, huis. Wereld. Dus er staat er gewoon enkele dan. Vlees, het is wel niet biefstuk, kalkoen. Hier waren we al, wat is dit? Producten. Alles dan. Als is hier kun je die dingen helemaal niet kopen. Oké. Maar dan wil ik toch zien, voordat we dit deel afsluiten, waar we dan... dierenspullen kunnen kopen.
waarschijnlijk niet daar. Hier? Nee. Nee, nee. In wat voor kleur heeft de supermarkt eigenlijk? Rood. Ik denk rood, ja. Of zit nog? Oh, daar kun je wel de les duiken voor. Nou, dan mag je waarschijnlijk duiken. En dat is iets wat we dus nog zouden moeten doen. Hoe koppen we dan de bal? Dat moet toch ergens te kopen zijn, hè? Nou goed, we kijken er een volgende keer elkaar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.